van het ex-kathedraalkoor van harte welkom op dit concert. Het is een concert voor ten voordele van de kinderen van Oekraïne. En toen Lucas en Jan Laurens naar hier kwamen om dit te vragen, was ik meteen enthousiast. Waarom enthousiast? Omdat ik zelf meerdere keren in Oekraïne ben geweest en dat ik mij perfect kan voorstellen in welke omstandigheden zij leven. Dus elke vorm van solidariteit is van harte welkom en daarmee ben ik ook zeer blij dat jullie hier vandaag zijn. Welkom ook in onze kerk voor vandaag. Ik zal na het concert ook nog een woordje zeggen, maar ik kan u nu al vertellen dat je nadien ook welkom bent voor een glas te drinken in onze gang hier achteraan. En ik zal dan vragen aan Chris van Vliet dat hij het programma voorstelt en dat de mensen van het koor, van de ex-cathedra naar binnen kunnen komen.
Met Little Lamb van John Tavener zijn we meteen spellbound, betoverd. En dat is ook het leitmotief van dit Benefiet Kerstconcert. Wij zijn u heel erg dankbaar voor uw aanwezigheid. U die koos voor kunst en kerst eerder dan voor voetbal. En wij zijn ook onze gastheren, de Fraterniteit van de Kapucijnen Minderbroeders, heel erg dankbaar voor het onderdak dat ze ons hier bieden in de Sint-Franciscuskerk, met name pater Martin en pater Luc. Gastvrijheid staat hier met hoofdletters geschreven, want dit is de huiskerk van de Poolse gemeenschap en ook de Oekraïners op de vlucht voor het niets ontziende geweld in hun geliefde moederland vonden hier onderdak. En vandaag zijn wij met hen in solidariteit verbonden. Op de affiche ziet u overigens torens en kerken uit hun hoofdstad Kiev. Voor wie ze nog niet kende, het koor Ex Cathedra bestaat uit 18 vrienden. Vrienden omdat ze tussen de 10 en 25 jaar samen zongen in het Antwerps kathedraalkoor en elkaar daar door en door leerden kennen en hun muzikale fundamenten vonden, waarop dirigent Lucas van Vlierbergen verder bouwt aan het nieuwe kamerkoor Ex Cathedra met een heel uitgebreid repertoire van renaissance tot hedendaagse composities. En dirigent Lucas behaalde zijn mastercompositie aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen, waar hij ook koorcompositie studeerde, net als aan de Estse Muziek- en Toneelacademie. En daarnaast was hij jarenlang assistent van kapelmeester Sebastiaan van Steenbergen. En aan het orgel horen we Paul Dinewet, die afstudeerde aan het Lemmens Instituut in Leuven en sindsdien een heel indrukwekkende carrière uitbouwde als organist, onder andere in Kortrijk en Antwerpen, als improvisator en begeleider en die als coach en docent aan heel wat hogescholen en academies verbonden is. U ziet het, we zijn vanmiddag in goede handen en dirigent Lucas neemt ons bij de hand voor een muzikale wandeling van donker naar licht, zoals elke ontstoken adventskaars ons ook dichter bij Kerstmis brengt. Ex Cathedra dompelt ons onder in een magische kerstsfeer, spellbound, wat meteen ook de titel is van de nieuwste compositie door Lucas van Vlierbergen, een profaan winterstuk gebaseerd op een gedicht van Emily Brontë. Dames en heren, als gisteren pijn doet en morgen angst brengt, laten we dan vanmiddag onze ogen sluiten en op de vleugels van de muziek even de breekbare, broze droom van vrede koesteren. Uw warm applaus voor de uitvoerders.
Beste mensen, ik zit met een groot probleem. We zouden kunnen applaudisseren zolang zij gespeeld en gezongen hebben. En we gaan misschien dat zelfs nog wel eens doen. Maar ik zou willen vragen aan Pater Martin dat hij met een paar Oekraïense mensen naar voren komt. De mensen voor wie jullie het eigenlijk allemaal gedaan hebben. De enkele hier hebben bij ons 4,5 maand gewoond. Dus met hun gezin. En ik ben blij dat zij toch met een delegatie naar hier zijn kunnen komen. Nancy, die hier ook staat, die gaat zo dadelijk de bloemen gaan halen, want we willen jullie ook niet met lege handen naar huis sturen. Ik vind het zo mooi, zo prachtig wat jullie hier verwezenlijkt hebben. En ik hoop echt dat dit kan bijdragen aan de vrede in Oekraïne. Zoals ik straks zei, ik ben er geweest. En ik word er altijd een beetje emotioneel van als je weet dat mensen in een stad zitten die gebombardeerd worden, niet in veilige situaties zitten. En dan de enkele die hier zijn, die dan ook heel sterk verbonden leven met hun gezin en hun familie Ginder. Ik vind het ook hartverwarmend dat de kerk bijna vol zat. Ik had het eigenlijk bijna niet durven dromen. Allemaal die het concert verkozen hebben boven de voetbal. Proficiat. Wacht. Is 0-2 voor Argentina. Lucas, ik heb heel veel respect met de wijze waarop dat jij dit hier gedirigeerd hebt. En ik zou dan ook willen vragen aan Nancy dat zij het eerste boeket aanbrengt. Waar is Nancy? Is verdwenen? Oké. Dan vraag ik aan Helena. Jij mag dit aan Lucas geven. Zij is van Oekraïne en ze studeert Nederlands en ze spreekt bijna perfect Nederlands. Ah, nee. Het tweede boeket is voor de... Hartelijk dank voor hoe dat je dit vandaag perfect op het orgel begeleid hebt. Ja. Paul, pardon, sorry. Ik had een speakbriefje bij, maar niet goed gekeken. Het derde boeket zou ik eigenlijk willen geven aan Pater Martin, de rector van de kerk. Heeft ervoor gezorgd dat dit mogelijk was vandaag. Daar is zelfs een Poolse mis voor verplaatst. Martin, je hebt familie heel dicht bij Oekraïne. Jezelf bent ook van heel dicht bij Oekraïne, dus ik denk dat je dat echt verdient. En je verdient een hartelijk applaus. Wij willen ook al de leden van het ex-kathedraal koor niet met lege handen naar huis sturen. We hebben niet voor iedereen een boeket, maar minstens één roos, een witte roos, als symbool van de vrede. En mag ik vragen aan de mensen van Oekraïne om dit te overhandigen aan de koorleden. Zo, dan zeg ik ook nog eens hartelijk dank aan jullie allemaal die hier aanwezig zijn. Zoals ik straks gezegd heb, is er ook nog een receptie, een heel eenvoudige receptie, die aangeboden wordt in de gang hier. Je gaat hier zo dadelijk tussen de kerstbomen door naar de gang. En je kan dan ook, zal hier een mandje staan om je vrije bijdrage te doen. Het gaat integraal naar het project. De weinige onkosten die er geweest zijn, zijn gesponsord door iemand. Dus je mag er gerust van zijn. Alles gaat rechtstreeks naar het goede doel. In ieder geval, ik wil jullie nog bedanken. En ik hoop niet dat het de laatste keer is dat jullie hier komen spelen. We gaan er zeker straks nog over spreken. In ieder geval, geef hen nog een daverend applaus. Kom, kom.
Luc, we hebben iets ook voor u. Een speciale Luc. Dankjewel, Luc, voor uw inzet, voor u ook een altijd warme hart. Luc is onze overste gardiaan die voor dat klooster zorgt, voor de kerk ook. We gaan alles hebben wat is nodig is. Dus Luc, dankjewel voor uw warme hart en altijd goedheid. Die straalt uit door de muren heen. En jullie dierbare mensen, dankjewel. Misschien nog een pastorale melding. Op de kerstavond, dat is komende zaterdag, om 18 uur in deze kerk ook kerstviering. Met Oekraïnse mensen, met Oekraïnse koor en met iedereen die komt naar ons. En achteraf dikke receptie in ons klooster. Oké, maar nog een hartelijk applaus voor... Zo, beste mensen, kom gerust langs hier door naar de gang. Gosja gaat ook jullie de weg tonen waar dat jullie een glas kunnen krijgen en met elkaar nog wat napraten. In ieder geval welkom. Is nog een, als iemand dat kan, vrije bijdrage. Is een mandje staat erop voor Oekraïnse kinderen, voor educatie van de kinderen. Met bedoeling dat we een mooie leeslokaal ervan maken. Mandje staat op de zuil voor Alpen. Als iemand wil, altijd welkom. Ja,
1, 2, 3.